Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een struggle video zoals je aan de titel kunt zien. De allereerste struggle video viel misschien niet helemaal bij jullie allemaal in de smaak. Al heb ik echt hele tegenovergestelde reacties gehad. Echt hele negatieve comments, maar ook hele positieve comments van ik kan mezelf er zo erg in vinden. En dat waren de meeste girly girls. En ja, ik heb er gewoon heel erg over zitten twijfelen om die video online te zetten. Maar heb ik uiteindelijk toch gedaan, omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen zijn die zich erin kunnen vinden. Sorry als je je een beetje aangevallen voelt door die video. Dat is echt niet zo bedoeld. Ik weet gewoon nu wat ik wel kan zeggen en wat ik niet kan zeggen in de video. En ik ben in ieder geval blij dat er wel heel veel mensen zijn die de video leuk vonden en zich erin konden herkennen. En daar deed ik het voor. Maar goed, deze keer ga ik de struggles behandelen van eigenlijk iedereen die deze video bekijkt, bijna iedereen. Namelijk de struggles van het zijn van een meisje. Laten we maar gauw beginnen. Nummer 1. Het dragen van een skinny jeans. Of eigenlijk het aandoen van een skinny jeans. Het dragen is eigenlijk tot daar aan toe. Het zit strak, oké, maar het staat wel leuk, vind ik vaak. En als je kijkt naar de jongens, die hebben gewoon echt zo'n hele chille broek. Gewoon niet strak, lekker los. Kruis hangt echt tot zijn knieën of zo. Het is gewoon, ja, weet je, dat is, lijkt me echt zo super chill. Maar als wij skinny jeans aandoen, dan wil je liever niet daarbij zijn. Want het is echt, als het echt een skinny jeans is, dan lijkt het gewoon echt alsof je een of andere aanval krijgt of zo. 2. Het opdoen van make-up. Eyeliner, lipstick, whatever. Het gaat gewoon eigenlijk nooit perfect. Het is gewoon echt vreselijk. Ik bedoel, probeer maar eens eyeliner op te doen wat echt gelijk is. Nou, symmetrisch krijg je het nooit, maar wat een beetje symmetrisch is, dat probeer je dan, maar dat lukt dan niet. En dan is de ene dikker dan de ander. Dan doe je de ander ook wat dikker. En dan wordt de ander. Ach, serious? Waarom moeten wij deze problemen doorstaan? 3. En als we het dan over make-up hebben. Stel je gaat naar school en bedenkt je van, nou, ik ga vandaag zonder make-up naar school of naar werk of de deur uit. En zodra je de deur binnenloopt, vraagt iedereen of je ziek bent, of je slecht geslapen hebt en kijkt je echt aan waarvan ze denken van what the fuck, wie ben jij? En vervolgens durft diegene gewoon nooit meer zonder make-up de deur uit. Thanks guys! Herkenbaar? I know. Nummer 4. We zijn ongesteld. Do I need to say more? 5. De lange rij bij de wc. Het maakt niet uit waar je staat. De mannen-wc is gewoon altijd leeg. En je ziet ook gewoon nooit iemand in of uitkomen. En de vrouwen-wc is gewoon altijd een rij van minimaal 5 minuten. Langer, 10 minuten. Zijn de wc's gewoon allemaal vol. En het ergste is dat ook gewoon mensen gewoon niet opschieten. Ze weten dat er een lange rij staan. En dat zij er ook lang in hebben gestaan. Maar zodra ze aan de beurt zijn, hebben ze echt schijt in die hele rij. En gaan ze gewoon echt, ik weet niet, een uur op die wc zitten of zo. Ik weet niet wat ze daar doen, maar ik had gewoon. Nummer 6. Als ik het dan toch over de wc's heb. Stel je voor, hè, het regent. En iedereen is op weg naar school. En iedereen komt op school. En dan loop je naar de meiden wc. En is het echt bomvol. Echt iedereen probeert zijn haar te fixen. Zijn make-up te fixen. En dan is er maar één klein, miserig spiegeltje. Ik heb dit echt zo vaak gehad op de middelbare school. Echt niet normaal. We hadden gewoon echt een hele crappy wc. En een crappy spiegel. En dan stond je dan met 40 meiden heel leuk je haar en je make-up te fixen. Heb jij deze struggle ook of niet? Punt 7. Je moet bijna alles scheren. Je benen, je oksels, down there. You know what I mean. Oh, het is zo irritant. Ik bedoel, waarom maar gewoon mannen? Die kunnen gewoon alles laten groeien en gewoon chill, you know? Maar goed, als je erover nadenkt, als je met gorilla benen over straat loopt, helemaal prima als je dat wilt doen. Maar echt sexy staat het natuurlijk ook weer niet. Nummer 8. Stel je voor je loopt over straat. Make-up goed gedaan. Je haar staat echt prachtig. Je voelt je gewoon helemaal fabulous. En dan komt die fucking erg irritante wind. En die denkt, hey, laat ik haar haar eens even lekker in haar lipgloss gooien. Of in haar lipstick of wat dan ook. Ja, en dan zit je haar dus vast. Are you serious? En als het je dan gelukt is om het netjes uit je haar te krijgen en weet je gezicht heeft verder geen damage. Dan is het helemaal prima. Heb je geluk eigenlijk nog best wel. Of je bent net te laat en er komt nog een windvlaag en die sleept je haar weer over je gezicht. Zodat er echt een hele streep lipgloss / lipstick op je gezicht komt. Nee, dan ben je echt niet blij. Nummer 9. Je hebt altijd een grote tas bij je. Ik weet niet hoe jongens het doen hoor, maar bij meiden zijn ook echt gewoon alles voorbereid. Elke situatie, waar en wanneer dan ook. Ik helemaal. Ik heb gewoon echt altijd een tas mee waar gewoon echt alles in zit. Een flesje water, elastiekjes, clipjes, lipsticks, een stuk of 10 ongeveer. En dan nog een paar lipglossjes.
En als je dan die jongens over straat ziet lopen die gewoon geen tas bij zich hebben en denk echt van, be serious? Ja. En dan zijn we bij nummer 10. We moeten altijd fabulous zijn. Wij meisjes zijn gewoon, er wordt gewoon altijd van ons meisjes verwacht dat we gewoon altijd stralend zijn, mooi haar, make-up. Wij hebben ook gewoon wel eens kutdagen. Net als dat je bijvoorbeeld een dag zonder make-up de deur uitgaat. Ik bedoel, dan kijken ze echt aan van, wat heb jij gedaan? Je moet gewoon altijd fabulous eruit zien. En dan is het ook nog heel leuk dat jongens zeg maar wel eigenlijk je make-uploos willen zien. Natural beauty, you know. Dat zeggen ze allemaal. Ze verwachten eigenlijk dat je er helemaal fantastisch uitziet zonder dat je er iets aan doet. En vervolgens, als je dat doet, dan denken ze echt van, wat voor monster loopt daar? That's reality, dude. Oké, en dan kan je natuurlijk zeggen dat je de volgende opmerking krijgt van jongens. Van ja, maar jullie verwachten ook altijd dat we als een of andere Channing Tatum rondlopen. Oh, dat heb ik echt nooit gezegd. Er zullen vast een paar meiden zijn die dat hebben. Maar verwacht niet van ons dat we helemaal natural beauty zijn. En zeg ook helemaal niet dat we fake zijn als we een beetje concealer hebben. En een beetje mascara. En een beetje je wenkbrauw bij hebben getekend. Zeg niet dat we fake zijn. Just don't. En dit waren de struggles van deze keer. Ik hoop dat jullie het deze keer wel leuk vonden. Laat zeker jouw struggles van het zijn van een meisje achter bij de comments. Zodat we er allemaal een beetje leuk om kunnen lachen. En ons erin kunnen vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En see you next time. Doei doei!